Ellen, wanneer wordt het Diggertinde Festival gehouden? Zaterdag 10 september van 11 tot 5 uur. Hoe lang is men van tevoren al bezig om dit allemaal te organiseren? Nou, we zijn vorig jaar al begonnen met de organisatie voor het Diggertinde Festival, want het kost veel tijd om zo'n mooi festival te organiseren. Ja. Zijn er vrijwilligers genoeg? Nou, we hebben al heel veel vrijwilligers, maar we zoeken nog een paar vrijwilligers, ook als poortwachter en voor de spelletjes in de Adelaarshoek. Waar kunnen ze zich aanmelden als ze mee willen werken? Bij Ronduit Hattem, dat kan via de mail info@ronduithattem.nl. De opening van het Diggertinde Festival, wanneer is dat? Dat is 's ochtends om 11 uur en er komen een aantal dansers en trommelaars om de opening te verzorgen. We hebben een heel leuk programma dit jaar. We hebben een heel kampement rondom de kerk met middeleeuwse tenten en ambachtslieden, ridders en jonkvrouwen. Het Anna-gilde gaat kruisboog schieten. Er is weer een smid, allemaal oude ambachten. En we hebben dit jaar ook in de Kruisstraat en in de Achterstraat een hele brokantenmarkt. Ik heb gehoord, een paar jaar geleden deed de gemeente ook nog iets, dit jaar weer. Ja, om 13:45 is er een raadsvergadering. Dan gaat een burgemeester, wethouders en raadsleden, die maken een mooie raadsvergadering op de markt. Het Diggertinde Festival is altijd wel gelijk met het Monumentendag, geloof ik. Klopt, het is die dag ook Open Monumentendag. Dus de kerk en Dijkpoort, monumenten zijn ook geopend die dag. Ja. Ook omdat het Kladdergat ook weer tevoorschijn komt? Ja, dat klopt. 2 jaar geleden is hij gevangen genomen, maar er is toch helaas iets misgegaan. Dus dit jaar laat hij zich weer zien en moet hij weer gevangen worden. Maar nu wordt hij dan echt voor eeuwig ingemetseld. Ja. En de kinderen kunnen zich voor deze optocht ook weer opgeven? Ja, dat klopt. Dat kan het kladdergat.kids@gmail.com. Binnentuinen, zijn die ook weer te bezichtigen? Ja, niet alleen te bezichtigen, maar dan kun je ook een lekker kopje koffie en thee drinken. Er is er eentje in de Adelaarshoek en eentje aan de Kleine Gracht, maar die is te bereiken via de Dorpsweg en dan eromheen. De organisatie vraagt ook een vrijwillige bijdrage, heb ik gelezen. Klopt. Ja, bij de toegangspoorten zijn poortwachters. Die heten de mensen van harte welkom op het Diggertinde Festival. En die vragen ook een vrijwillige bijdrage om de kosten van het festival om dat te ondersteunen. En wat overblijft is weer voor het volgende festival? Dat kunnen we reserveren voor de volgende keer, ja. En op het Tinneplein, is daar ook nog wat te doen? Ja, daar komen de huisjes voor het kampement, zeg maar, voor het Kladdergat. Dus daar wordt het Kladdergat naartoe gesleept en daar wordt hij dan ook ingemetseld. De optocht van het Kladdergat is om 14:00. Die theatergroep uit Monnikendam die komt weer, dus genoeg te doen. En die groep uit Monnikendam, staan die weer op de markt of zijn ze ergens anders naar verplaatst? Nee, die komen nou op dat kruispunt bij de Rabobank komen die te staan. Dus men kan zo van daaruit de Adelaarshoek in, de Koestraat in. Ja, de Koestraat wordt dit jaar ook heel leuk versierd en er zijn ook weer spelletjes in de Adelaarshoek, dus dat wordt weer allemaal leuk. In de Kruisstraat en in de Achterstraat hebben we dit jaar een brokantenveer, dus dat is ook een hele leuke toevoeging van het Diggertinde Festival. We zitten vol, we hebben 25 kramen. Dus het wordt een drukke bedoeling? Ja.